Ik vind het hartverscheurend. Het moet toch niet zo zijn dat wij in Nederland mensen hebben die gewoon niet te eten hebben. En wij krijgen hier klanten die huilend de deur uitgaan met hun tassen vol, omdat ze gewoon al een week lang hun koelkast leeg hebben. De voedselbank aan de Ulgersmaweg heeft de afgelopen 2 weken het aantal nieuwe klanten met 12% zien stijgen. Dat zijn zo'n 70 nieuwe aanmeldingen. Dat komt door de wereldwijde inflatie, waardoor de voedsel- en energieprijzen flink zijn gestegen. De voedselbank is druk met de nieuwe aanmeldingen en verwacht dat dit de komende tijd alleen maar meer wordt. Ja, wij merken het. Ons aanmeldteam. We krijgen gewoon dagelijks nieuwe aanmeldingen. Ik denk dat mensen zich nu iets minder schamen. Want ze weten dat ze niet de enige zijn die dit probleem hebben. Nou, en ik verwacht dat dit doorgaat. En we zien dat de producten uit de schijf van 5, dat is de afgelopen weken zo nu en dan al niet goed. Dus wij moeten soms zuivel bijkopen. We hebben nu nog heel veel leveranciers van appels en de oogsten die komen van onze tuintjes. Dus we hebben nu van groente en fruit nog genoeg. Maar ik voorzie dat we het komende najaar toch vaker in de aanvulling wat bij moeten kopen. 2, 4, 6, 8. Om de toenemende vraag aan te kunnen, zoekt de voedselbank meer vrijwilligers. Daarnaast is er meer kantoorruimte nodig en dat heeft een belangrijke reden. Nieuwe klanten, die moeten we spreken. Die willen we gewoon in een veilige omgeving gewoon hun financiële situatie laten bespreken. Nou, dus daar zijn we druk mee bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. En ik heb er alle vertrouwen op dat er genoeg mensen zijn die ons komen helpen. Ben, of ken je nou iemand die de voedselbank een handje kan helpen? Meld je aan, kom voor een oriënterend gesprek, want ik denk dat we dat de komende tijd hard nodig hebben.